alleen deze keer? Nee, straks gaan wij naar een site rijden. Wij stormen daar binnen. Het item waar we voor gaan is een zeer, zeer, zeer giftig iets. Daar gaan we, jongens. Is dit ingang? Oké, let's go. Je pakt links, je pakt links. Yes. Niks. Nog niks gezien. Ja, rustig aan, rustig aan. Hey, op je knieën. Doe jij zo overtreffen in, pak ik die kraan wel. Die handdoek zit strak. Ja, ik ga het strakker als je mond niet houdt. Dat is de bedoeling. Waar de code van de kluis toch? 8, 9, 7, 6. 8, 9, 7, 6. Ik probeer te draaien, maar hij draait niet verder, man. Die kluis, die krijgt continu vernieuwd die code. Die code die kun je bijna niet achterhalen. Je kan er alleen in met een bepaalde sleutel. Ja, ik vertrouw het alsnog niet, man. Ga jij maar die kluis openbreken. Breek dat ding open. Ga snel terug hier kijken. Het duurt een paar minuutjes, denk ik. Ik weet het niet. Hey, wie is dat? Hey, hoe lang duurt dat? Hoe lang heb ik voor die tijden? Hoe lang heb ik daarvoor voor dat kraken? 3 minuten. 3 minuten. Je kan zijn hoofd daar boven gaan slingen als je zin hebt. Ja, ik zag ook al net een hele hete bak. Er kwam nog stoom vanaf. Ik weet niet wat er allemaal in zat, maar ik weet niet of je kan zwemmen. Nee, als jij even je klep houdt, dan tegen deze man. Ik had deze gast nou wel vragen gesteld van is hij mishandeld? Want zijn mond lijkt wel dicht en naaid of zo. Oké. Okay. Wie is dit überhaupt? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Kom jij eens maar mee. Maar ik kan dus niet antwoorden. Sta eens op. Loop even mee. Ga jij maar die dingen kraken. Je kan nu nog praten, hè? Nu kan het nog makkelijk. Ja, nee, maar ik heb ook gevraagd van, ben je mishandeld? Dan zeg je ja. Maar ja, hij knikt ja, maar ik weet niet, man. Waar zag je zo'n hete bak dan? Ik weet niet wat hier... Als je toch niet kan praten, ik weet niet of je familie hebt die film je geeft. Dus nu is je keus. Nu is je keus. Je doet bij iets crimineels, je bent ingehuurd. Jezus, weten ze dat van je of niet? Weet ze van je dat je criminele activiteit uitvoert of niet? En je kan echt niet praten, er is niks. Hou jij zijn hand even boven die warme bak. Even kijken of hij ook niet kan schreeuwen. Ja, misschien kan hij wel schreeuwen. Mannen, we zijn binnen. Ik doe hem er ook boven aan. Ja, maar doe ze eerst met zijn hand even. Gaan ze hier zo staan? Nee, we komen eraan zo. Stek jij zijn hand maar even. Uit? Misschien een beetje. Hang hem maar even boven. Kijk of hij dan kan schreeuwen. Oké, 3, 2, 1. Nou, hij wordt rood, jongen. Ja, ik zie het. Maar doe maar iets verder. Doe maar dichterbij. Doe maar dichterbij. Misschien een puntje. Doe maar het puntje dippen. Nee. Het is één van de twee, hè. Ik duw die hand er maar in. Zo. Oh, ja, dat was te verwachten. Dat was te veel. Nah, niks. Er komt niks uit hem. We hebben een fucking vinger in het ding gestopt en geen antwoord, niks. Maar we zijn binnen, hebben we het? Kunnen we... Zit. Ja, ik heb het al in een doos geduwd, maar dat ziet er niet gezond uit, die kerel. Wat de fuck is met die gast aan de hand, Wat is er met hem aan de hand, joh? Wat doen we? Laat hem liggen? Laat hem maar liggen, jongen. Niet mijn probleem. Yes. Moet ik die doos pakken? Ja, ik heb hem hier. Oh, neem jij maar mee. Top. Wat doen we met hun? Wat zit hierin? Dat heb ik nooit te horen gekregen. Hallo. Dan mocht ik niet weten wat daarin zat. Dat is niet best, hè? Hij bewaakt hier iets wat veel, veel zwaarder is dan hem. Wat ga je doen? Hij is ook maar pion, hè? Ik zou je niet losvingen. Ja, wat nou? Hoeveel heb je betaald gekregen? Anders duurt het even duidelijk, niet. Man. Genoeg. Hey, nog een keer zo bij de hand en ik duw gewoon weer onder die waterkraan heb ik. En dan laat ik het voor een minuut lopen. Hoeveel heb je gekregen? De vorige keer was 5 seconden, toen ging je een stuk. 50. 50.000. Aardig bedrag. Om het te bewaken. Maar je weet niet wie het is, het was anoniem. Ja. Oké. Vind jij de rest even vast, collega? Ja, laat ze liggen hier. Laat ze liggen hier. Ik denk dat het best is. Prima. Hey, jullie blijven hier gewoon lekker liggen. En jullie blijven even een tijdje liggen. Tot jullie zeker weten dat jullie onze auto's niet meer horen, dat je niks meer hoort. Dan vind ik het wel mooi nu. We gaan via de achter of via de normale uitgang. Oké, jongens, we gaan er vandoor. Yes. Blijf jij achter hem lopen? Ik blijf wel naast je lopen. Ja, ik wil niet te hard rennen met dit, want... Nee, dat snap ik. We doen rustig aan. Als we maar niks doorlullen, jongen. Weet je zo weer te vinden. Deze guy... Ik weet het niet. Laat hem maar gewoon liggen. Laat hem liggen. Hij leeft nog. Hij gaat niet dood van... Hij is ingehuurd met de reden toch. Ja. Vervangbaar zijn die mensen. Ja. Dus. Beetje hopeloos. Pas op hier trouwens. Het is hier echt verlaten. Ja. Maar dat die gasten het doen, hè. Gewoon ingehuurd worden. Ja. Ja, ja. Soms heb je het geld nodig, hè. Je kan ook geforceerd worden, hè. Ja, oké. Oké, er zit een aardig geldbedrag aan vast, jongen, dat weet je zelf. Dat weet ik, dat klopt. Leg jij hem in de kofferbak? Moet ik je daarmee helpen? Misschien is het, ik weet niet of het gevaarlijk is of zo. Nou, dat was misschien succesvol. Nou, ging soepel, moet ik zeggen. Ging behoorlijk soepel, geen schoten gelost. Het scheelt. Ja, waar brengen we dit heen? Ja, ik denk dat het beste is dat we dat wegzetten bij ons, man. Prima, daarmee, ja. Jullie zitten letterlijk hier. Ja? Nog steeds. Deze garage is voor mij, hè? Ja, oké. Lang niet geweest hier binnen. Even die kut masker weer af, man. Oeh, zo. Warm met zo'n helm op, jongen. Ik zou niet hoe deze man hier het volhoudt. Even die ik kan maar hier toch opkleden, dus ik heb mijn kleding hier neer, zoals. Zo, hier ben ik lang niet geweest. Zo.
Zo, Marcus. Hey, ja, ik hoorde het al hoor. We hebben goed gewerkt. Ja, dat is een tijd geleden, samenwerken. Ja, dat het nog kon. Dat het nog kon, inderdaad. Het is me een eer om weer met je samen te werken. Maar ja, onder dwang. Maar nu, waar heb je dit voor nodig? Er zijn wel dingen die we aan het plannen zijn. Ik ga dit zelfs aan onze enige echte surgeon geven. Oké. Die gaat daarmee aan de gang. Dat is een beetje een favor die ik hem doe. En als ik dan een favor nodig heb, dan kan ik met hem juist zelf het doen. Dan doet hij voor mij wat. Dan, ik wou het zeggen, dus jij staat bij hem in het krijt, maar als je dit doet, dan is het wederzijds. Ja. Oké, prima. Je zorgt dat hij bij jou in het krijt staat. En wat wil je van hem? Ja, weet je, het ding is, ik betaal hem nog altijd, hè. Dat is altijd geweest, hè, dat ik hem heb betaald. Voor al die operaties die bij ons zijn gebeurd. Ja. Ja, stel dat ik iets loms doe en ik word gepakt. Je wil veiligheid voor jezelf creëren, maar dan gratis veiligheid mogelijk. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja, okay. Het ding is, ik heb sowieso enorm veel geld. Hè. Ik zwem met geld houden. Dat is echt geen probleem. Maar heb je verder nog iets nodig van me? Het hangt er een beetje vanaf van hoe dat nu staat met Barkov. Ja, als het goed staat met hem, dan kan je gewoon meekomen en dan verkopen we dit aan hem. Ja. Dan geven we dit aan hem, sorry. Okay. Dan mag jij geld komen ophalen bij mij. Dan krijg ik uitbetaald. Voor het eerst? Ja. Oké, okay, dat klinkt en leuk. En voor het laatst. En voor het laatst? Ja. Niet als in, ik schiet je door je kop als je uitbetaald bent, hè? Nee, maar ik krijg niet verder betaald. Dat is in één keer je complete bedrag. Oké. Oké, jongens. Ik heb balance gehad. Ja? Dus we gaan terug instappen. Prima. Je ziet dat ik ook wel de doos bij heb. Ja, ik heb ook even bij mijn morfoon omgekleed, even uit die zware, sowieso. Zwetende kleding. Ja, de kofferbak even open. Yes, prima. Hier, oké. Je kan hem zelf dicht doen. We gaan nu naar Barkov. Het is een gunst die ik hem doe. Je geeft het aan hem. Ik had gezien dat je Joris had. Ja, klopt. Dus die mag jij gaan ophalen. Klopt, prima. Namelijk ook een Joris. Oké, jongens, we gaan nu naar de blauwe garage. Ik ga mijn Joris er even ophalen. En dan gaan we naar de surgeon, Barkov. En dan gaan we daar even kijken of we het aan hem kunnen geven. Piet wilde zorgen dat hij dan een gunst krijgt ook. Wederom in de toekomst van hem. Want hij betaalt hem nu om alles te doen. Maar dat wil hij dus andersom doen. We pakken even de Joris en gaan dan die kant op. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Samen hoort er dus ook al bij. Maar wie weet zijn het er nog meer. Ik weet het niet. Het is telkens... Het voelt een beetje als vroeger, maar ook weer niet hetzelfde, weet je. Oei, moet ik wel trouwens voor oppassen. Hier moet ik wel voor oppassen. Aan mijn politie, daar moet ik voor oppassen. Althans, als ik gewoon normaal doorreis en niks aan de hand. Hier hadden we afgesproken om te meeten. Oké, we zijn bijna in Sandy inmiddels. We zijn gewoon met z'n tweeën of met z'n vieren. Alleen in twee auto's die kant op aan het rijden. Wel lijkt dat we allebei een Euros hebben. Wil je hebben. Even parkeren bij Yellowjack hier links? Ja, kan wel. We parkeren eerst nog even hier in de wacht even op confirmatie. Dit schijnt ook weer herinneringen op, jongen. Ja, dat was het einde. Ja, we kunnen binnen gaan zitten een biertje drinken. Ja, dan een biertje doen. Hey, tante Truus. Doe maar een biertje. Ja, hier waren we toen de tijd. Ik weet het nog. Ik stond hier, dat weet ik nog. Nee, Willem stond daar. Ik stond hier en Willem stond nog tussen ons in. Met z'n allen staan we, hoor. Met z'n allen. We zijn er. Dit is iedereen, toch? Die ik hier nu zie, is iedereen. Marcus, Willem wil jou bedanken. Je bent hier een tijd geleden bijgekomen. Je hebt de heren de ogen geopend. We hebben veel meegemaakt. Met jou onder andere. Daar wil Willem je voor bedanken. Mees, onze mini-Rambo. Echt een mini-Rambo. Samuel, klein zoet. Je bent altijd agressief, maar je bent wel degene met een goed hart. Jeffrey, een zware stem. Intimiderend. Dat is wat hij zegt. Oleg, je bent hier eigenlijk sinds kort. Willem heeft te weinig over je te vertellen, maar chapeau. Nou, bedankt Willem, doe ik me veel. Bertus. Prachtige snor natuurlijk, die prachtige snor. Oh ja, de snor inderdaad. Die prachtige snor van. Ja, de snor houdt ons veilig, dat is het symbool. De snor is het schild, snorschild. Snorschild. Rick Force. De verrader, de snitch, de loser, de nerd. Hey. Gaan we door naar Jerry. Jurie Blanco, wederzijds, je bent ook een gore snitch. Willem, nu ga je rustig aan. Dan komen we aan bij de laatste. Pieter de Wit. Grootste nicht, doei. Ja, nou, en dat was het. Okay, nou, let's Pieter go. Was altijd gek. Jongen. Recht ook een beetje goed. Zo. Ja, dit vind ik een mooie. Oh, ja. Dit vind ik leuk. Gang was het dat mooie? Ja, dit was hem. Dit was hem. Ik stond hier. Stonden we dan? Hadden we net de Riddler op zijn plek gezet? Dat was echt mooi, jou, hè? Maar dit waren mooie tijden hier. Darkness 2.0. Darkness 2.0, dat zei ik net ook al. We gaan er vandoor. Je hebt confirmatie gehad dat we die kant op kunnen? Ja, ik heb bericht gehad. Prima, top. Dump ik mijn glas. Right, let's go. Het zou hier eigenlijk tegenover moeten zijn.
Oeh, dat scheelt. Terwijl we in de buurt waren. Nee, hij gaat niet aan de bestuurderskant hoor. Pas maar op. Nee. Yes, stap in. Ik volg hem wel. Dan gaan we jongens naar de deal met de surgeon. Hoog en dan de volgende links. Is het bij de scrapyard van die vliegtuig hier links? Ja. Links. Bekende locatie weer. Even kijken waar ze staan. Ik weet dat zie ik man. Daar. Ik blijf andersom hoor. Misschien beter daar. Ja. Ik blijf even eromheen. Er staat zo wat een bak daar, hé. Jezus. Oeh, met AK's. Oké, we doen voorzichtig, jongens. De deal is hier. Jullie zijn het, hey. Hey. Ja, rustig aan, jongen. Aangezien dat jullie zijn, leek het even weg, hoor. Moment. Die gast, hoe komt hij aan dat soort shit? Afkomst, hij heeft een sterkste crimineel hier nog wel binnen, jongen. Kijk, allemaal dozen lopen ze mee. Ze hebben meerdere dingen, jongens. Ze hebben meerdere geheime dingen. Goed, jij vroeg om wat. Ik heb een gunst gedaan. Ik ben dat materiaal gaan ophalen met deze heren. Even een klein vraag, van waar hebben jullie Terriers? Ik heb intel gekregen van een man van mij dat het zou staan in een slachterij. Een slachterij. Weggelokt in een kluis. Daar heb ik mijn eigen materiaal voor moeten gebruiken, maar daar gaat het niet om. Het zit in mijn Jurus, ik ben er heel voorzichtig mee geweest. Ja, want het is wel, wel een bepaald goedje moet ik zeggen. Als het, ja, ik weet niet wat het is, als je het erover kan uitleggen is natuurlijk handig. Ja we hebben natuurlijk die doos niet geopend. Dus ja, we weten ook niet wat erin zit. Nee, kleine tip, als je het wel zou doen, zou ik wel even een soort van gasmasker of zo opzetten. Want als het verkeerd in je luchtwegen terechtkomt, kan je misschien bewusteloos vallen. En als je dan geen medische hulp krijgt, kan je dan overlijden. Ja, ik hoop dat het goed behandeld is. Niemand heeft dus het is niet echt iets waar je gaat gebruiken om mensen te helpen. Dat is waar het op neerkomt. Nee. Alles is goed gegaan, aangezien jullie hier toch staan. Mag ik het product even snel checken? Ja, kijk maar. Ja. Ik ben me nou toch benieuwd wat er in die doos zit. Kom, dan ga ik sowieso even afstand nemen, want... Welke van de twee? Die hier. Deze? Ja. Ja, jongen, maar ik ga het niet riskeren. Maar we gaan het open doen. Ja. Oeh, nee, dan neem ik ook wel even afstand. Is het waar je zorgt? Ja, zeker. Met de juiste hoeveelheden ook nog. Nou, dit klinkt top. Dit klinkt top. Ja, jongen, dit is gewoon meer beter dan perfect. Moment, hoor. Oké. Dat klinkt goed. Het is gewoon zo oprecht moeilijk om aan die stof te komen. Is er nog meer? Wil je nog meer? Nee, is er nog meer? Nou, als jij meer wilt. Nou, ik hoef niet zozeer meer, maar omdat je zegt dat het moeilijk is om aan te komen. Ja, laten we zeggen dat via een bepaalde hoeveelheid M binnen een bepaald circuit moet besteld worden. Dus laten we zeggen, ik met Cornelis en Nora Research Lab. Ik kan het niet 1, 2, 3 bestellen. Nee, oké. Dus ofwel moet het via een illegaal circuit komen, ofwel moet je gewoon... Zoals dit. Ik weet wel dat er af en toe een schip langskomt die bepaalde substanties komt leveren. Waar oprecht eigenlijk niemand aan kan, die maar naar één leverancier gaat. Ja, is goed geld aan te verdienen, dus... over geld gesproken. Nee, is niet nodig. Nee, zeker. Ja, het was een gunst, jongens. Piet deed het echt voor de gunst. Prima. Dan sta ik bij een kret. Kijk, dit is wat Piet wilde. Slim, dit is wat hij wilde. Dan gaan wij er ook vandoor, denk ik. Oh ja, misschien moet ik het wel even eerst nog uit de jurzaal. Ik heb het al bekeken, maar ik heb het nog niet uitgehaald. Doe je masker op. Maar elke dag kerst. Nou jongens, dan gaat hij. Ja, legt het in de bus. Dat is flat. Nou jongens, jullie mogen al naar de haven rijden. Yes. Goed. Ja, is veilig. We gaan er ook vandoor. Hey, later Barkov. Hey, hartstikke bedankt. En gedaan, jongen. Als ik nog iets nodig heb of jullie, dan hoor ik het. Yo. Goed. Alright. Goed. Yo. Tot ziens. Goed. Jongens, we gaan er vandoor. Yo. Ze gaan het naar de haven brengen en dan gaan wij weer vandoor. Oké, daar gaan we jongens. We gaan er weer vandoor. We gaan nog naar één laatste locatie. Dan spreken we nog even. Dat is snel gegaan. Ja, dat ging soepel. Gaat allemaal zo soepel vandaag. Beter dan half de vorige keer in de maskerwinkel. Maar hij wilde nog niet vrijgeven wat het allemaal was, hè? Nee, ja, ik weet niet wat hij gaat doen. Graag niet. Je weet het oprecht niet. Maar krijg ik mijn geld nog? Dat vind ik eigenlijk ook wel een interessant puntje. Ja, dat is wel een ding, hè? Ja. Daar moet ik sowieso nog overleggen. Oké. Het scheelt dat ik jou gewoon kan ophalen daarvoor. Ja, dat klopt. Dus... Daar kan je me natuurlijk gewoon voor bellen. Dan kan ik jou een ander moment geven. Ja, bedrag, dat ga ik zo bespreken. Prima. Tot daaruit komt. Hoeveel dat gaat zijn. Daar heb je eigenlijk een belletje over. Het zal niet meer vandaag zijn, denk ik. Dat belletje. Nee. Als je verder me nog nodig hebt, dan hoor ik het. Als je verder nog iets in ieder geval bedankt voor de hulp. Ja, graag gedaan wil ik wel zeggen, maar je weet hoe het gaat, in principe. We geven wel een belletje als het rond is. Prima, dan regelen we dat. Fijne avond. Jezelfde, jongens. Oké, jongens, we keren hier even om en dan gaan we er vandoor. Dan is het klaar. Ik krijg binnenkort een geldbedrag. Dus dat betekent niet dat mijn zaken met Piet voorbij zijn. Dit is waarschijnlijk meer gewoon om een beetje in te palmen. Van kijk, je doet het niet alleen qua bedreiging, maar ook voor geld.
Ik ben heel benieuwd wat voor geldbedrag ze gaan overmaken naar me. Maar ze gaan het er even over hebben en dan hoor ik het later. Mijn doel is om even mensen af te spreken, wat mensen te regelen, wat ik al eerder zei. Want ik wil eigenlijk wel even kijken of ik ook wat mensen aan mijn kant kan hebben, vrijwillig. En niet onder dwang, zoals ik nu bij Piet sta. Dat zou een heleboel schelen.